Ik denk dat iedereen het hier met elkaar eens is. Op termijn moet die provincie op zichzelf kunnen staan. Ja, dat is toch zo. En wat me een beetje tegenvalt van de SP, is dat hier eigenlijk compleet voorbij wordt gegaan. Dat is dat wij een bepaalde solidariteit hebben, ook richting de Afghanen. We zitten niet hier alleen in Nederland. En dat lijkt de SP best wel vaak te vergeten. Is dat ook buiten Nederland mensen zijn die bepaalde problemen hebben, waarbij ze onze hulp nodig hebben. Kijk, je de SP, mag ik even uitspreken? Je gaat compleet, maar ook echt compleet voorbij aan het feit dat wanneer wij daar weg zijn, je noemt geen enkel alternatief. En je gaat er niet op in wat er dan zou gebeuren met de Taliban. De Taliban legt zich daar niet bij vredig neer. We hebben gezien dat zonder interventie van buitenaf was daar een regime van de Taliban. Op het moment dat alle internationale troepen weg zouden gaan uit Afghanistan, vervalt Afghanistan in dezelfde situatie. En ik vind het een beetje vreemd dat jij dus dan de Afghaanse bevolking aan zijn lot overlaat. En dan worden ze weer net zo behandeld als vroeger. Wat wij willen, en wat ook het Nederlandse leger heel erg actief heeft gedaan de afgelopen jaren, is een situatie creëren waarin de Afghanen op een vredige manier, in een relatief vredige manier, een bestaan kunnen opbouwen. Ja, meneer, haalt u even op. We werken vandaag met kunnen opbouwen. Microfoons. En ik zou graag van de SP willen zien dat zij ook die verantwoordelijkheid erkennen, dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar de Afghanen toe, en niet compleet om het punt heen te gaan zitten draaien. Want je hebt nog steeds geen antwoord gegeven, ook op het punt van GroenLinks. Wat gebeurt er als er geen militairen zijn? Okay. Dames en heren, ik wil voordat Arjan Vliegend Hart antwoord geeft, wil ik nog ruimte geven aan twee reacties vanuit de zaal. Daarin wil ik graag nog Arjan Vliegend Hart even kort het woord geven. Ik stel voor dat we daarna een pauze gaan houden en dat we een cirkel gaan maken. Zodat we met elkaar in een ronde kunnen discussiëren en elkaar kunnen aankijken. Nou, dank u wel. Ik wil je alleen maar zeggen, we moeten. Ja? Niet, we moeten samen of zo, maar gewoon wij moeten. Dat klinkt heel erg naar paternalisme. Het lijkt heel erg op de 19e eeuw, wat we toen hebben gedaan. Wat we wel echt moeten doen, is met de lokale bevolking samen gaan werken. Wat ik me afvraag, is of die mensen die daar trainingen geven, of die ook gewoon echt wel afweten hoe die cultuur daar is, en of deze mensen ook wel Urdu gaan praten. Dat is heel erg belangrijk. Je moet gewoon nog wel weten hoe de cultuur van dit soort volk is, hoe de taal is. Dit soort dingen moet je allemaal weten. En wat het meest belangrijke is, eigenlijk, is dat de Afghanen ons gaan vragen, kom ons helpen. Ja, duidelijk? Dank u wel. Oké. Okay. Stineke, nog een reactie vanuit de zaal. De Taliban zal nooit instemmen met onze militaire aanwezigheid daar. En daar gaat het ook niet om. Want de Taliban die kan je niet overtuigen. Het gaat erom die mensen die er wonen, die moet je overtuigen. En jij zegt van, als wij geen steun krijgen van die mensen, als wij onze democratie daar neer willen leggen, waar hun nog bij God niet weten wat we daar komen doen, hoe we daar komen doen, nou, waar hebben we dan aan te zoeken? Is onze democratie hun democratie? Is onze cultuur hun cultuur? Want het is heel goed dat je dat vraagt. Inderdaad, onze cultuur is niet hun cultuur. En ik ben het helemaal met je eens, daar moeten we het grootste respect voor hebben. Cultuur is een heel belangrijk begrip. En ik vind ook niet dat we daar onze cultuur moeten gaan zelf opleggen aan die bevolking daar. Ik denk alleen dat wij een bepaalde mate van veiligheid moeten scheppen, zodat die bevolking haar eigen levensstijl kan uitoefenen. Het gaat mij er niet om dat wij daar die provincie gaan overheersen. Het gaat mij erom dat wij als Nederlanders de basis voor het bestaan veiligstellen. En een basis voor bestaan is dat als ik over straat loop, ik niet ineens aangevallen word door een of andere Talibani, of wordt bedreigd of wordt gechanteerd. Nee, dat er gewoon, net als hier in Nederland, je gewoon rustig over straat kunt lopen en een normaal leven kunt leiden. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal, dat zijn waarden die we allemaal delen. En dat is ook iets wat we allemaal naar moeten streven. En ja, ik denk dat de Nederlandse troepen daar een heel belangrijk deel kunnen bijdragen aan de veiligheid in die provincie. Ik begrijp het niet, hè. Je doet net alsof of Afghanistan net zo'n hekje kan hebben om zijn land als wij in Nederland hebben. Daar stromen Talibans naar binnen vanuit het buurland. En je kunt niet anders dan met ze praten als je politiek verder wil. Militair is er maar één groot probleem, niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak. En dat zijn de mentaliteiten van de Amerikanen. Die begrijpen geen bal van de islam en van hun manier van denken en van hun manier van bewegen. En dus
moet je zowel daar als in Afghanistan met de hulp van de Verenigde Naties zorgen dat voor elke 100 man die je er weghaalt, dat er 100 man of meer islamitische militairen in de plaats staan. Die kunnen beginnen met politieman te zijn. Die begrijpen veel beter wat het volk wil dan wij, want die hebben dezelfde, niet dezelfde cultuur, maar in elk geval dezelfde religie. En zo kun je met hulp van adviseurs die ongewapend zijn, die dan wel kunnen rondlopen, want er lopen gewapende kerels, maar wel van hun soort. Maar waar ik ook zeg, dit zou Amerika moeten doen. Ik heb het ook aan Amerikanen gezegd. Je moet Amerikaanse troepen weghalen en islamitische troepen ervoor in de plaats zetten. En de Verenigde Naties wil graag helpen bij deze operatie. Maar natuurlijk antwoorden ze niet. Dat willen ze niet, want dan gaat hun olie weg. Zij willen olie. Dank u wel. Nog een reactie van Arjan Vliegendhart. En daarna houden we even een kwartiertje pauze. Na de pauze gaan we in een rondom 10 stijl verder. En hebben we wat meer ruimte voor reacties, denk ik. Het is altijd makkelijker gaan. Arjan. Ja, laat ik 3 dingen zeggen. Als je eerst over de vermeende gebrek aan internationale solidariteit van de SP. Als je het niet wil horen, dan hoor je het niet. Dat is waar. Dat moet ik je nageven. Ik zeg net, alle voorstellen die uit GroenLinks en koker komen als het gaat om capacity building. Ik doe er nog eentje bij. Ik zou zeggen, we zouden de Afghanistan een bevoorraagde handelspositie moeten geven. In Europees verband. Voor mij is dat ook een internationale oplossing. En ik zou er nog eentje bij willen zetten. Ik zou zeggen, we zouden de ontwikkelingshulp naar Uruzgan moeten verdubbelen. Dat zijn drie dingen waarvan je zegt, dat zijn dingen die daadwerkelijk bij kunnen dragen voor de wederopbouw van Uruzgan. Dus als je het niet wil horen, dan hoor je het niet. Maar dan kom je dan niet vertellen dat we niet over internationale solidariteit praten. We praten wel over een andere manier waarop je kijkt naar internationale solidariteit. Kijk je naar internationale solidariteit die wij vanuit onze westerse optiek daar gaan opleggen. En wij zeggen, wat zijn wij solidair dat wij dat nou allemaal voor jullie doen. Of is een solidariteit daadwerkelijk in interactie met burgers en die burgers serieus nemen en allereerst hun eigen ideeën over hoe zij hun land willen inrichten daadwerkelijk voorrang te geven. Dat is 1. Tweede punt is over de Taliban. En ik denk, als we het over de Taliban hebben, dan mogen we ook historisch gezien niet onze ogen sluiten voor het feit waar die Taliban nou vandaan komt. De Taliban heeft tegen de Russen gevochten met miljarden steun vanuit de Verenigde Staten. Bewapening, training enzovoort. Toen waren ze de vrienden. Toen was Saddam Hussein trouwens ook een vriend van de Verenigde Staten. Merk ik dan maar voor de volledigheid er ook maar bij op. En daarna is het omgeslagen. Dus de sterkte van de Taliban is onder andere het bankroet van de internationale westerse politiek in de jaren 80. Laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat we niet in 2010 met de bankroet te maken krijgen van de westerse politiek in de jaren 2000. Laten we daar echt nou eens een keer een streep onder zetten. Laten we dat nou echt eens een keer anders doen. Dat volgens mij is dat echt de enige manier waarop we dat daadwerkelijk kunnen doen. En het derde is dat we toch wel een daadwerkelijk een verschillende inschatting hebben over de rol die de Nederlandse troepen op dit moment daar spelen. De Nederlandse troepen zijn op dit moment geen deel van de oplossing. Ze zijn helaas een deel van het probleem geworden. Dat is niet hun schuld, maar dat is de schuld van het Nederlandse beleid en van het mandaat dat wij ze hebben meegegeven. Er was geen wederopbouwmissie mogelijk zonder dat het een vechtmissie zou worden. Het is een vechtmissie geworden. En dat is niet de schuld van de militairen, maar het is de schuld van de Nederlandse regering. Dat volgens mij heb ik dan enigszins antwoord proberen te geven op wat er gezegd is. Oké, dankjewel. Dames en heren, even een kwartiertje pauze, lekker een biertje halen en dan zijn we zo terug. Kan je het ultieme voorbeeld van wijkgericht werken. Ik heb niks geleerd van de jaren geleden. Die ook nog een signaal afgeven over Amstelveen heen. Vanavond om 8 uur in Café Uilensteden. Tot dan, daar. Voordat we echt in de cirkel gaan zitten, gaat Arjan Vliegendhart nog even zijn praatje houden over Afghanistan. Dat denk ik wel de meeste van u. Is gewoon een senator die een half uur lang zijn mening met u gaat delen. Kijk naar Uilen TV. Kijk naar Uilen TV. Ik kijk naar Uilen TV. Je kijkt naar Uilen TV. Je kijkt naar Uilen TV. Top.
Kijk elke dinsdag naar Uilen TV.